Dit wordt de vierde vanaf 84. Ja, 92, 93, 98, 99 en 16, 17 waren de vorige. Er is geen Feyenoorder die er nog aan twijfelt. De kampioenschaal gaat dit jaar naar Rotterdam. En daardoor hebben ze bij de Tingieterij in Alphen het razend druk. Want daar wordt al meer dan 40 jaar de kampioenschaal gemaakt. En veel Feyenoord-fans willen wel een mini-versie van die schaal op de schoorsteenmantel. Honderden mini-kampioenschalen per dag maken ze hier in Alphen. Ja, momenteel is het stormachtig. Die kampioenschalen zijn allemaal besteld door de Rotterdamse voetbalclub. En supporters rechtstreeks bij ons in de webshop. De officiële KNVB-kampioenschaal is hier al eerder gesmeed en hangt in het bondsbureau in Zeist. Het is voor de Tingieterij niet voor de eerste keer dat ze de schaal voor Feyenoord maken. Dit wordt de vierde vanaf 84. Ja, 92, 93, 98, 99 en 16, 17 waren de vorige. En wat is de favoriet van de Tinnegieters? Het is hier heel divers. We hebben Ajaxiden, we hebben Feyenoorders, we hebben PSV'ers. Ik geef zelf niet heel veel om voetbal, maar als ik moest kiezen zou ik wel Feyenoord. Want mijn familie is altijd ook voor Feyenoord geweest. Dat Feyenoord kampioen wordt is vrijwel zeker. De vraag is alleen nog even wanneer. Ofwel aankomend weekend of die week erop. En is het eigenlijk nou een sof wanneer Feyenoord geen kampioen wordt? Een klein beetje wel. We zijn daar nu wel op voorbereid dat Feyenoord het gaat worden. De voorcontacten liggen er. Dus voor nu mogen ze kampioen worden, zeker.